Hij is oud AFM-bestuurder en hij is nu advocaat en partner bij de Brouw Blackstone Westbroek. Fijn dat je er bent. En René Maatman die gaat het hebben over het toezicht op de pensioenfondsen. Ga je gang. Ja, toezicht heeft alles te maken met het doel waar je naartoe wilt. En een goed pensioen biedt bescherming tegen inflatie. Dat is mijn stelling. En in het verlengde daarvan zouden we de pensioenwet moeten veranderen en de doelstelling van het pensioenfonds moeten verduidelijken. En daarin moeten zeggen, het pensioenfonds spant zich in om de begunstigden bescherming te bieden tegen inflatie. En als we dat doen, dan zal dat grote gevolgen hebben voor pensioenfondsbestuur, voor toezicht en voor verantwoording. En ik wil me dat voorstel graag toelichten met een huistuin- en keukenvoorbeeld. Toen onze kinderen jong waren, hebben mijn vrouw en ik hun beloofd, als jullie 18 jaar worden, dan betalen wij jullie rijbewijs. Daar kun je allerlei voorwaarden aan verbinden en zo, maar dat was onze belofte. En we hadden ingeschat dat ons dat gemiddeld ongeveer 30 rijlessen zou kosten per kind. Naar onze kinderen toe hadden we in die toezegging geen grenzen ingebouwd. Geen maximum aantal rijlessen. En evenmin hebben we al die jaren geld opzij gezet om die belofte te kunnen nakomen. Dat heeft ons flink opgebroken. Onze dochter heeft talloze lessen gevolgd en heeft 5 keer examen gedaan. Bovendien waren de lessen en het examengeld in die tussenliggende jaren fors duurder geworden. Het betaalde rijbewijs als defined benefit heeft ons heel veel geld gekost. Nou konden we dat gelukkig betalen, maar dat wisten we niet van tevoren. Als mijn vrouw en ik slim waren geweest, dan hadden we aan onze kinderen het volgende beloofd. Wij beloven onze 8-jarige zoon, we leggen elk jaar €250 opzij en dan krijg jij als je 18 wordt €2500 voor je rijbewijs. Kind blij, wij geen risico. Althans, overzienbare risico's. Maar of onze zoon daarmee zo blij moet zijn, dat is maar de vraag. Want wat over 10 jaar die belofte waard is, dat weten we niet. Misschien kun je daar tegen die tijd nog hooguit 10 rijlessen verkopen. Of misschien is er dan een wettelijke verplichting om tenminste 100 rijlessen te hebben gehad voordat je examen mag doen. En dan heeft onze zoon met zijn €2500 niet meer dan het begin van zijn rijbewijs. En mag hij de rest zelf bijverdienen met een bijbaantje. Die risico's horen bij de defined contribution van €2500. En die risico's liggen bij onze zoon en niet bij ons als ouders. We hadden ook een afspraak kunnen maken die iets ingewikkelder is, maar waarbij we de risico's kunnen delen. Voor het 8e levensjaar kijken we telkens hoeveel rijlessen er gemiddeld zo ongeveer nodig zijn om een rijbewijs te halen. Als onze zoon 8 jaar is, dan zijn het er 30. En als hij 13 is, laten we aannemen dat het er 35 zijn. En als hij 17 is, dan zijn het er 25. En elk jaar zetten we een geldbedrag opzij, apart. 10% van wat een rijbewijs in dat jaar kost. En dat geld gaan we beleggen. En daarmee is de kans groot dat we na 10 jaar hij een bedrag in handen krijgt dat in de buurt ligt van de gemiddelde kosten van het rijbewijs. Garanderen kunnen we dat natuurlijk niet. Maar er is een goede kans dat onze afspraak redelijk uitpakt. We proberen de koopkracht van onze zoon zo goed mogelijk te beschermen tegen kosten die wij als ouders kunnen overzien en inschatten. Met het nieuwe pensioencontract willen we iets dergelijks doen. Met pensioen willen we bescherming bieden tegen inflatie. Een goed pensioen zorgt voor koopkracht. Maar de inflatie is niet stabiel, dus pensioen is bewegelijk. En om de inflatie te kunnen vergoeden, moet het pensioenfonds rendement halen op zijn beleggingen. Beleggen betekent risico nemen, risico betekent bewegelijkheid. Het kan mee en het kan tegenzitten. Die koopkracht kunnen we niet garanderen. Sinds 2008 weten we dat de wereld veel onzekerder is dan wij tientallen jaren hebben gedacht. Alle generaties voor ons hebben catastrofes meegemaakt. Een wereldoorlog, epidemieën. Een bankrun kenden we alleen nog maar uit de geschiedenisboekjes. Dat komt voor in een bananenrepubliek, dachten we, maar niet in Nederland. Maar de werkelijkheid bleek anders.
de wereld is nog steeds onzeker en dat heeft gevolgen voor ons pensioen. Een pensioencontract heeft een extreem lange looptijd. Als iemand op zijn 21ste begint met pensioenopbouw en op zijn 91ste komt te overlijden, dan is de looptijd 70 jaar. Niemand weet wat er tijdens die 70 jaar in de wereld gebeurt en hoe hoog de inflatie zal zijn. Maar één ding is zeker, de werkelijkheid zal anders zijn dan we nu verwachten. En daarom is het eigenlijk lachwekkend om pensioenen te garanderen. En toch doen we dat op dit moment. En daar moeten we vanaf. Het is belangrijk dat ons pensioen rekening houdt met een onzekere wereld. Dat pensioenen afhankelijk worden van onze levensverwachting, van de ontwikkelingen op financiële markten en van de inflatie. En gegarandeerde pensioenen passen niet bij die onzekerheden. En bovendien zeggen garanties niet zoveel, want je weet niet welke koopkracht je krijgt. Denk aan de 2500 euro voor het onbetaalde rijbewijs. Als we bereid zijn om afstand te nemen van die garanties, dan ontstaat er meer ruimte om beleggingsrisico te nemen. En de verwachting is dat we daarmee een beter uitzicht kunnen bieden op bescherming tegen inflatie, op handhaven van koopkracht. En daarom spreken we van een reëel contract. En daar moeten we volgens mij zo snel mogelijk naartoe. En dan nog dit. Het zou prachtig zijn als het rendement van de pensioenbeleggingen eveneens gekoppeld is aan de inflatie. Dan zijn pensioenfondsen in staat om die bescherming door te geven aan hun deelnemers. Nog mooier zou het zijn als dat zou lukken met beleggingen in Nederland. Vorige week lazen we in het FD over de inflatiegerelateerde hypotheek. Een idee van Bovenberg en Kokke dat hopelijk van de grond komt. En er zijn meer kansen in Nederland. Waarom kost het bijvoorbeeld zoveel moeite om in Nederland te beleggen in de infrastructuur? In wegen, het spoor, treinen en tunnels. Er is in Nederland een grote financieringsbehoefte en er is ook een groot aanbod van kapitaal. Het moet toch mogelijk zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In het beste belang van deelnemers en gepensioneerden van pensioenfondsen. Morgen applaudisseren. Zeker wel. Hij zei 7 minuten, nou echt op de kop af. Dat vind ik knap, als eerste. U zegt het gegarandeerde pensioen, dat is een fata morgana. Dat kunnen we de mensen niet meer beloven. Maar toch, ja, je wilt niet dat je zonder pensioen komt te zitten en dat het niet wordt gecorrigeerd voor die inflatie. Als het gaat om toezicht, op welke manier zou toezicht moeten worden ingericht om daar toch een zekere zekerheid in te brengen? Of zegt u, dat is simpelweg niet mogelijk? Nou ja, dat is schijnzekerheid als het gaat om nominale bedragen, hè? Die 2500 euro, waarvan je niet weet wat je daarmee kunt doen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat het toezicht gericht is ook op die handhaving van koopkracht. En dat het toezicht daarbij aansluit en dus pensioenfondsen in staat stelt om die bescherming tegen van koopkracht te bieden. En hoe zou het dat er dan uit moeten zien? Hoe kun je dat met toezicht het beste stimuleren? Nou, dat betekent dat je toezicht volgt de wet. Dus dat je eerst in de wet zegt, pensioen moet bescherming bieden tegen inflatie, want dat is de toegevoegde waarde. En dat de doelstelling van het pensioenfonds expliciet in de wet komt, want dat is nu niet het geval, dat een pensioenfonds zich inspant om bescherming te bieden tegen inflatie. Dat de toegevoegde waarde is van een pensioenfonds. En dan heeft dat geweldige gevolgen voor de manier waarop het pensioenfonds bestuurd wordt en voor de manier waarop AFM en DNB toezicht houden op de pensioenfondsen. En dan kun je toch genieten van een goed pensioen? Ook al kun je het niet garanderen. Er zitten veel tegenstrijden. Ja, dat is de paradox waar Centraal Planbureau en ook Zorg en Welzijn over spreken. Promise more, get less of promise less, get more. Dat is de paradox die goed werkt. Je belooft minder en dan heb je een heel goede kans dat je meer krijgt. En dat werkt psychologisch natuurlijk ook beter. Dat gaat er beter Zeker. In. Ja. We hebben nog 1 minuut. Wow. Voor de conclusie. Wat wilt u meegeven in de blauwdruk? Ja, in de blauwdruk, ik heb het al gezegd, een goed pensioen biedt bescherming tegen inflatie. En in het verlengde daarvan, het pensioenfonds spant zich in om de begunstigden, deelnemers, slapers, gepensioneerden, bescherming te bieden tegen inflatie. Die doelstelling
van het pensioenfonds expliciet in de wet. René Maatman, dank u wel.